Een schipper ontdekte de kooi met de dode hond. Na een melding bij de politie ging de dierenambulance van horen erop af. Wij troffen aan in vierkante bench, heel kleine bench. Daar zat lag een Steffert in en uh, duidelijk was dat die hond natuurlijk wel verdronken was. De hond lag al enige tijd in het water en had zich met zijn tanden vastgebeten in de kooi in een ultieme poging om te ontsnappen. Hij is volgens Renate Goudsmit een gruwelijke dood gestorven. Nou, het is niet te beschrijven. Je ziet ook, we hebben foto's gemaakt van die hond. Je ziet ook aan de hoofd van die hond, die is helemaal kapot, dat hele snoetje. Dat is natuurlijk door de doodstrijd, want hij kwam niet uit de kennel. Hij probeerde zich toch nog even bevrijden. Hè? Nou, het is eh, onvoorstelbaar. De politie doet onderzoek. De hond had een chip met een Poolse landcode, maar stond online niet geregistreerd. Wie de eigenaar is, is daarom nog onbekend. De medewerkers van de dierenambulance snappen niet dat iemand tot zoiets in staat is. We maken veel mee hè, met ons werk. En, uh, we houden van dieren, maar als je dan zoiets meemaakt... Uh, ik wil niet zeggen dat je krijgt hekel aan mensen maar het is wel uh, uh, het is afschuwelijk. Ook voor ons, ook voor onze vrijwilligers om dit soort werk te doen. Wij willen dieren helpen, en, uh, maar niet op deze manier dan.